Vandaag zouden we eigenlijk hebben Marlies Engels van de Poldercol in Lelystad. Die is verhinderd. Maar gelukkig heeft haar zoon Tim bereid gevonden het mandje mee te nemen en daar alles over te vertellen. En Tim, je hebt een mandje vol EHBO-kruiden uit de natuur meegenomen. Welkom trouwens. Ja, dankjewel. Mijn uh, moeder die komt vandaag inderdaad even niet. Dus uh, jullie zouden het met mij moeten doen. Ja, nou dat gaan we doen. Dat komt helemaal we gaan goed. Doen, uh, maar ik heb wel genoeg instructies meegekregen en ik weet er <laughs> genoeg van af. Dus... <laughs> ja, je uh, zei al: het is een EHBO-mandje voor de zomer. Ja, absoluut. Ik heb hier zelf ook veel gebruik van gemaakt. Uh, vroeger natuurlijk. Weet je, als klein kind uh, ben je hiermee opgegroeid. En uh, ja, dit zijn eigenlijk wel de drie dingen die het meest gebruikt in de zomer. Ja. En uh, ja, je zag het van het weekend alweer. Het wordt mooi weer. Iedereen gaat weer lekker naar buiten en uh, lekker sportief doen. Mm Hartstikke -hmm. goed, natuurlijk. Ik had een paar verhaaltjes bedacht van uh, die ik zo vroeger ook deed. Ja. Yeah. Dus misschien leuk. want Dan kun je aan de hand van het verhaaltje je denken: hé, hey, uh, oh ja, nu gebeurt dit. Ja, maar goed. We gaan die kruiden bij je pakken. Nou, Allereerst natuurlijk altijd de wielrenners. Weet je al die uh, strakke pakjes, komen weer uit de kast. En we gaan lekker fietsen. Mm Hartstikke -hmm. goed. Mm -hmm. Lekker in het zonnetje. Maar goed, je bent toch lang buiten. Blote benen Blote waar? benen. Ja. Nou, dat gaat niet goed. Nee. Op het einde van de avond kom je thuis, benen hartstikke rood. Nou, hebben we de goudsbloemzalf voor natuurlijk. Hoe heet dat? Goudsbloemzalf. Ook wel bekend als calendula. Ja. Oh, ja. Uh, oh je uh, calendula. Ja, ja dat is bij de volgende moment kent iedereen dat wel. Ja. Nou, je hebt spierpijn. Want je hebt uh, lang niet meer gefietst, dus je komt thuis en je benen die zijn ook helemaal... Uh, een gord. Ja. Nou, daar hebben we de smeerwortels al voor. Zuur op heel. Ja, precies. Ja. Geblesseerd, weet ik ja. veel. Ja. En je bent misschien nog een keer gevallen onderweg door een auto die niet op tijd remt. Of weet ik, van je voet blijft haken in een trappetje. Ja. Dan heb je de week bij jezelf, want je hebt schaafwondjes. Nou ja. En zo kun je eigenlijk eeuwig doorgaan met alles wat je doet in de zomer. Mm -hmm. um, nou en met die drie kom je eigenlijk gewoon wel weer veilig thuis. En kun je de dag daarna gewoon weer. Maar zijn dat de kruiden die je zomaar overal langs de weg vindt? Want kijk, jullie hebben er nou een, een zalf van gemaakt. Ja. Maar als ik zo'n plantje heb, heb ik nog geen zalf. Aan. Nee, absoluut. Zeker de weegbreesalf. Ik heb hier wat meegenomen. Ja. Ik weet niet of we dat in beeld kunnen krijgen. Hoe ja. doe je dat zo? Ja, gewoon voor je houden. Dan we zien we het. Uh, dit, dit kent iedereen. Het is een smalle weegbree. Nou, die groeit gewoon echt overal. In elk grasveld, in de berm en weet ik veel. En die kan je ook gewoon. Je hoeft er niet sal van te maken. Je is dus gewoon het blaadje eraf. Haalt. Lekker even een beetje kneuzig dat de sappen vrijkomen. Je doet dat op een wondje. Ja, dan heb je eigenlijk al meteen een soort pleister van de natuur die, die meteen ook genezing. Uh, maar als dat, als dat beweegt, al zo werkt, waarom zou je er dan zalf van maken? Nou ja, kijk, thuis, <laughs> thuis het, die zalf die lost natuurlijk wat sneller op op het lichaam. Ja, had, niet het er Ja, precies. Meestal mm. is het na vijf of tien minuutjes, is dat wel ingetrokken en dan, uh, ja. dan werkt dat toch ook wel. Uh, ja, en, en zo'n blaadje, dat is toch op een gegeven moment, dat wordt oud. Dat ja, daarom, je moet iedere keer versen plukken ja, en nu, ja. dit kun je gewoon natuurlijk altijd in ja. huis hebben. Zo. Ja, ja als je, weet je weet even huis, een, een hondje over een geplast. wondje krijgt ja, ja, zo, dan, ook. dan ja. moet je eerst weer naar buiten toe om een weegbreeuw op te zoeken. Ja. Dat ook. In die tijd is het wondje ook weg natuurlijk. Ja, dus het is handig als je zo'n potje in huis hebt staan. Nee, absoluut. ja Je kan er genoeg bij bedenken. Je ja. zit zelfs aan het kampvuur. Je pakt zo'n kooltje per ongeluk vast, nou heb je een brandwondje op je... Dan kun je gewoon die goudspoel op doen ook. Nou, en uh, weet ik veel, ondertussen komen de muggen op je af. Uh, dus de weeg bij, je werkt ook bij insecten beter. Dus Wer, dat... Werkt dat beter dan de, dan de gemiddelde middeltjes die je er bij de drogist of de apotheek koopt? Want uh, ik hoor de laatste tijd steeds vaker dat de bekende merken... dat die niet meer opwegen tegen de, de huidige mug. Tegen de huidige mug. Ja, want de huidige mug die zou wat sterker worden dan. Ja, ja. En die worden dus wat resistent voor soort middeltjes. Ja. 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 ja, misschien wel natuurlijk, omdat die dus de bloedprikker. Ja. Uh, maar ja, ik weet ja, tegen, tegen de natuur, dat is al zo. Weet je, het is een beetje vuur met vuur bestrijden, denk ik. Ja. Dat. Misschien inderdaad, omdat dan farmaceutische middelen zijn dat dat, mm -hmm. dat dat wel zou kunnen. Maar ik, ik zou niet weten of ze hier nou. Ja. Lijkt me niet toch? Bedoel, nee. Dat is al eeuwen, eeuwen oud zo. Dus ja. als er resistent zijn ja. tegen dat Natuur speel, dan... past zich ook weer aan zichzelf aan. Precies. Je precies. Ja. precies. Dan zou dat al lang gebeurd moeten zijn. Ja, er, dus er zijn echt... heel veel van die middeltjes natuurlijk ook om uh, uh, te voorkomen dat je muggen in, in de kamer krijgt. in de slaapkamer, daar zitten ze meestal. Ja. Dat ze kon, ja. ook waar je ze niet hebben wil natuurlijk. Ja. En dan heb je van die citroensticks die je op ja. een halve ui naast je bed of een ja, citronella kaars of de ja. dingen ding op contact. Dat werkt helemaal niet. Een citronella kaars midden ja. in de nacht? Ja, dat zou ik niet helemaal veilig Nee. Dat zou je niet doen? Uh, zijn, de, de teken beter. Ik weet niet of je daar iets van weet hoor. Ja. Overval ik je misschien een beetje mee. Ja. Maar dat, dat is ze zeggen: het wordt waarschijnlijk een warme zomer. Warm nou, zomer we zien ja. er nog niet heel veel van. Dus dat betekent dat die teken ook weer veelvuldig te zien zal ja. zijn. Uh, is daar iets uit de natuur waar je wat mee kan doen? Want ja, je moet hem natuurlijk op een gegeven moment eruit. Ja het, ja, het zou in eerste instantie toch, toch een open wond zijn. Dus dan zou je er ook weegbaar op moeten doen. Maar ik denk dat je daar toch wel iets... Ja, het is vooral een soort gif wat meteen je bloed ingaat. Ja, daarom. zou je daar meer voor iets, iets wat het uittrekt. Dan zou ik toch de Sint Jans misschien wel erop doen. Dus dan weer net even, dat valt er dan net buiten. Sint Jans. Uh, maar dat, ja, dat, dat zorgt toch dat, dat, dat het een beetje het spul eruit trekt. Maar is er niet iets waar tekenen hekel aan hebben? Aan een Ja, zoals dat op mijn lichaam smeer. Of een geurtje dan, of zo. dan, dat, dan, dan willen ja, ze überhaupt niet meer. ik snel meer. even niet weten. Nee. nee. nee ja, okay. ja. Oh, we er ook. Nee. Ja, mee, ja, misschien was. een beetje. Ja, ja, ik weet niet, ik, ik heb er zoveel al genoeg. Uh, maar ja. volgens mij is dat, ja, die, dat zijn gewoon hele nare beesten. Ja. Hebben we hebben vroeger ook wel een paar gehad, natuurlijk. Mm -hmm. En dan zou mijn moeder ook echt wel gezegd hebben: van Nou, laten we dit meenemen, want dan. Uh... Ja, dat is natuurlijk wel leuk met zo'n moeder. Hè? Ja, Neem ze ook altijd een mandje mee? Als je vroeger een dag weet ik, wel wegging of zo, dat ze daarna ook neemt wel die of die kruiden mee. Wat ja, was er nee, wat gebeurt onderweg? Ja, hoor. Als we naar de speeltuin gingen of wat dan ook. Uh, <laughs> zat, dus zat zij in de, de kruiden? Dan? Ja, hoor. Nee, en het was ook uh, nou, op een gegeven moment weten we het ook zelf. Weet je wel, als wij gewoon met vrienden aan het voetballen waren en zo, en ja. iemand op zijn plaat en die had de grote schaaf En Nou, dan gingen wij naar het grasveldje toe. En dan uh, kwamen we terug met thuis. De andere kinderen naar de dokter zouden, zouden af... gaan, ging jij naar je moeder. Ja, nee, absoluut. En iedereen ja. vond dat ook wel fijn, want ja, het werkte en je kon snel weer door. Is uh... ja. dus moeder ook echt actief daarin dan ook? Dat Jullie Zeiden van nou, vroeger had je het dan over naar de speeltuin? Ze ik wil van de glijbaan. nee wacht even, want ik zie hier iets staan. Moet je eerst even wat over weten? <laughs> nee. Uh, nah, nee, dat dat niet. Het is wel echt op eigen initiatief, uh, liet ze het wel aan jou over. Dus dat, dat zei ik ook tegen dat als ze dat had gedaan, dan weet ik ook niet of je nou altijd meegenomen had. Nee. Uh, maar het is wel leuk dat je het dus wel leuk vindt. Nee, absoluut. Het is ja, het, maar het helpt jezelf, weet je wel. Dus dan ja, dan als je als je merkt dat het werkt, dan, dan blijf je er wel mee bezig ja. Uh, want we zaten ook vroeg veel op Judo, we zaten met mijn broertje, dat nou, was een grote club, nou, ja. veel knieblessures en weet ik veel. Ja, dan, dan op een gegeven moment kwam de hele vereniging naar, naar mijn moeder toe, van hé, hey, uh, mijn zalfje is op, want ja. geef me even een nieuwe. Want, ja. 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 ja, dat speelde dat werkt gewoon. Dus dat, 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 dat was leuk, ja, dat was inderdaad altijd. Uh... Nou, in ieder geval moet je deze drie uh, plantjes bij je hebben, dus nog één keer de drie namen, het was de dus Weegbreed, de, de, weegbree, de Goudsbloem en Smeerwortel zelf. Uh, en vooral nu met de zon natuurlijk, kijk daarvoor uit. Want ja. ik net zei dan die sant jans uh, truit, dat, ja. dat zorgt wel dat je huid ook weer extra gevoelig wordt door de zon. Dus als je daarmee aan de haal gaat, ja, extra gevoelig dat... voor ja. verbranding. Ja, dat dus. gaat okay. het echt veel harder nog. Ja. Uh, dus kijk er gewoon echt voor uit. En mijn moeder die gaat ook een cursus geven. heeft ze gezegd of een soort dag over zonbescherming. Ja. Uh, ja, het wordt gewoon, het wordt steeds meer over bekend dat het hmm. gewoon echt, uh, echt, echt niet goede, geen goede bedoelingen zijn. nee uh, dus kom daar naartoe. Dat is 11 juni. 11 juni een workshop. Even op post gestaan. Ja. Bescherm je lichaam tegen de, zon. tegen de zon. Ja. Goed. Ja. Het staat genoteerd. Tim, Tim dank je wel. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zeker. je wat anders. Ja, absoluut. <laughs> Doe de route ja. aan je moeder. Top. Ga ik doen. En je vrouw.